FC Groningen speelt aanstaande zondag de uitwedstrijd tegen NEC uit Nijmegen. Eerder dit seizoen verloor Groningen het thuisduel tegen NEC met 2-1. Trainer Robert Maaskant kan geen beroep doen op topscorer Michael de Leeuw. De aanvallende middenvelder is geschorst voor deze wedstrijd en wordt vervangen door Leandro Bacuna. Maaskant denkt te weten hoe NEC dit keer wel verslagen kan worden. Door iets anders op het middenveld te spelen. Dat is noodgedwongen, want Michael de Leeuw is er niet bij. En we hebben heel duidelijk gemaakt van wat we verwachten van iedere speler in deze wedstrijd. Nog explicieter dan dat we dat normaal al doen. Normaal gesproken geven we er enigszins vrijheid. Maar we hebben heel duidelijk afgesproken waar de zwaktes liggen van NEC. En daar gaan we proberen op in te spelen. De wedstrijd tegen de Nijmegenaren is belangrijk om de doelstelling van dit seizoen te halen. De doelstelling is niet veranderd. Wij willen bij die eerste 8 komen. En daar zitten we nog steeds heel dichtbij. En dat kan ook nog goed. Maar dan moet je dit soort wedstrijden tegen directe concurrenten voor die plek moet je gaan winnen. Nou, we hebben dat laten zien dat we dat kunnen. Thuis tegen NEC is het niet gelukt. Dan krijg je ook nog een keer de deksel op je neus vlak voor tijd. Maar in een uitwedstrijd, NEC heeft het ook moeilijk in thuiswedstrijden. Dus daar moeten wij nogmaals van profiteren. De trainer van de FC denkt ook na de winterstop nog een beroep te kunnen doen op verdediger Virgil van Dijk. Daar ga ik wel vanuit. Dat weet je, je zegt nooit nooit. Maar volgens mij ligt het bod van wat binnen is, ligt ver uiteen wat Groningen wil hebben. Dus dan gaat het niet gebeuren. Met de besprekingen over zijn eigen aanblijven heeft hij geen haast. We hebben heel duidelijk over gesproken. Maar ik heb aangegeven dat het wat mij betreft in juni pas beslist hoeft te worden. En de club heeft ook daar tijd in. En ondertussen werken we gewoon door aan de clubvisie van Groningen. Dus ik vind het ook helemaal geen probleem. De wedstrijd tegen NEC begint zondag om 16:30 in de Goffert in Nijmegen.